Sarah voor het eerst met de 3D-bril op. Ja, ja, je vindt het stoer, hè? Nou, doe hem weer af. Zeker, mama. Rek het. Het is woensdag. Ja, ze heeft de radio hoort aanstaan. Ik ben totaal niet scherp. Hallo, camera. Ah, Sarah, zet hem eens wat zachter. Ah, kinderen. Sarah, zachter. Het is echt veel te hard. Ik ga even een ontbijtje voor mezelf maken. Ik heb lekker crackers met jam en thee. Nou, Sarah was het klus helemaal zat. Dus die gaat lekker bij Mila spelen. Ik ben haar nu aan het brengen. Ik vind het ook wel lekker even naar buiten zijn. Het is niet heel ver lopen. Want ik loop natuurlijk nog steeds niet op en top. En het klussen gaat goed. We hebben het project wel iets uitgebreid. Maar ja, dat was wel nu heel handig om te doen. We gaan een muurtje verleggen nog. Maar ja, we zaten ja of later of nu... Ja, nu zitten we toch al in de rommel en alles. Ik zeg ja, ik ga geen twee keer in de rommel zitten. Dus je wil rennen, hè? Ga maar. Ren maar. Die moest bij me lopen. Ik zeg, ik ga niet met je lopen dat jij alleen maar wegrent. Ik zeg, lopen we even gezellig. En nu mag ze. Ik heb geluk, want ik ging Marco eigenlijk boodschappen laten doen. Maar toen kwam Mosje tegen en die ging ook boodschappen doen. Dus nu ben ik ingestapt. Dat is wel handig, want lopen ging natuurlijk niet, auto gaat niet, fiets gaat niet. Dus nu toch zelf boodschappen doen. En Sarah is aan het spelen, dus Marco kan gewoon verder klussen. Dus heel top. Zo handig boodschappen doen zo. Overal in de winkel. Oké, Mankenelis zit weer met de been omhoog, want het ging echt pijn doen. Boodschappen zijn gelukt, maar haar, ik ga daar doen, vandaag weer weg. Ik heb er nu geen zin in. En ik heb de bank helemaal ingericht hier. Ik heb thee gezet voor mezelf. Ik heb net heel slecht chocoladedonuts gehaald. Marco eet er ook van mee, dus ik ga hem niet in mijn eentje leeg eten. Ik heb een zak met sperzieboontjes en een pan, dan kan ik de boontjes vast klaarzetten. We eten dadelijk jachtpannetje. Ik heb mijn knijper met zegelboekjes, dus die ga ik inpakken. Ik heb muziek om weer af te luisteren. En zo kan ik even heel veel doen en zonder erop te gaan staan. En daar ben ik even heel blij om. Nou, mijn slaapkamer nu. Marco is druk bezig. Het is 1 graas hier. En toch wel handig dat je alles zelf kan. De muur hier is er nu uit, dus je kijkt nu zo hier de badkamer in. Maar daar komt dadelijk weer een muur in en die wordt ook iets verplaatst. Dat was dat extra project. Oh, en het stopcontact is al verlegd. We hebben ook lager gelegd eigenlijk. Ja. Yay! Ik hou van lage stopcontacten. Hij zat daar. Hij komt nu daar. Dat is beter. Klaar om... zo. Lekker mijn woorden weer. Ik ben me klaar aan het maken. We gaan zo naar de grote mensenbioscoop, zoals Sarah het zegt. Ze gaat voor het eerst s'avonds naar de film. En ik neem even wat mee. Ik neem ook zelf mijn water mee, want... Hoe kan het nou lekken? Ja, hij is helemaal goed dicht. Lekt toch niet? Nee? Ik zal water vullen. Nee. Ja, dan moet je die maar even recht ophouden. Maar wat wou ik zeggen, ik neem altijd zelf mijn water mee, want plastic flesjes, daar ben ik heel erg op tegen. Dan doen we deze, mama. Dat vind ik niet zo heel handig. Houden die wel recht. Komt goed. Want met drinken lekt die niet. En het is een 3D-film, dus ik neem mijn bril mee. Sarah zelf de tasje kan ze zelf de bril meenemen. Ik dacht, ik kan ze ook de water, want ik heb ook voor Sarah ook tegen flesjes water mee. Waarom water? Omdat water heel gezond is. Maar mama is heel erg tegen de plastic flesjes kopen we allemaal tegenwoordig. Water is helemaal niet vies. Water is heel schoon. Schoonste wat er is. Zo, we zitten in de auto. En Annabella is ook gezellig mee. Ik weet niet of je dat ziet in het donker. En Sarah, mijn moeder, dus we gaan naar Frozen 2. En Sarah Frozen vindt... 1. Oh, gaan we... ga jij naar Frozen 1? Gaan wij naar Frozen 2? Nee, en we gaan allemaal naar Frozen 1. Oh. En Sarah vindt het een beetje spannend, want ze gaat voor het eerst in het donker naar de bioscoop. En ze moet een bril op. Oh, nu niet meer.
Gelukkig. Ik vind maar. Het wel spannend. Oh, dat wel. Maar niet over het donker. Oh. Over de 3D-bril? Nee. Wat dan? Een avondfilm. Ja. Ja. Maar verder is het gewoon hetzelfde hoor. En in die bioscoop merk je niet of het overdag of 's avonds is. Want het is daar toch donker. Ja. Dat kan je wel merken, want je bent heel moe. Oh, oh. Ik, ja. Sarah voor het eerst met de 3D-bril op. Ja, ja, je vindt het stoer, hè? Nou, doe hem weer af. Zeker, mama. Rek het. Come on, mother. Oh, die zijn dus niet hetzelfde. Ja, we komen uit de bioscoop en de film was echt heel erg hallo, leuk. Hallo, chickies. Hallo. Hallo, chicken maat. Ja, we hebben echt heel erg genoten van de film. En hij was zo verschrikkelijk mooi. En ja, ik ben heel blij dat we zijn gegaan, maar we vonden hem allemaal heel fijn. Oh, waarom? Sarah heeft een jas en als ze haar hand in de zak doet, dan krijgt ze hem niet meer uit elke keer. Kom hier. Kom hier. Oh, kijk, elke keer weer. Zo. Oké. Nou, we gaan weer lekker naar huis. Het is ook helemaal niet zo laat. Ik dacht dat het later zou worden, maar het is 8:45, dus dat valt echt wel mee. Ik zou elke dag het verhaaltje van de Broodje Aap kalender voorlezen. En dat is vandaag deze. Spellen doe je niet zo. Op het nieuwe Australische briefje van $50 dat begin vorig jaar werd geïntroduceerd, is een spelfout ontdekt. In de tekst is het woord responsibility, verantwoordelijkheid, gespeld als responsibility. Een lettertje vergeten dus. De fout werd pas na een half jaar ontdekt. Volgens de Bank van Australië waren er toen al 46 miljoen exemplaren in omloop gebracht. Broodje Aap of niet? Nou, wel een lullig foutje. Ik ben benieuwd wat hij morgen weer gaat zeggen. Maar verder, ik heb de vlog van gisteren, die staat te renderen. En ik ga nog even verder met you. Eindelijk staat de vlog online, dus ik ga lekker mijn bedje in. Ik heb het uiteraard te laat gemaakt. En ik moet echt van mezelf morgen gewoon minimaal een uur vroeger op bed liggen en weer een beetje naar schooltijd toe gaan. Maar voor nu ga ik lekker slapen, dus ik wil je bedanken voor het kijken en tot morgen. Doei doei!